Wanneer iemand ziek wordt, is het van belang dat zij belangrijke informatie op een overzichtelijke manier ontvangen. Dit kan met behulp van verschillende e-health oplossingen. Solve Innovations heeft de app Medimap ontwikkeld. Samen met Sanofi Genzyme bieden zij Medimap aan Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Een app die in één overzicht het hele zorgtraject in beeld brengt. Mieke Simons is een patiënt die gebruik maakt van deze app. En we ontmoeten haar in het ziekenhuis Vicurie. Op enig moment werd er bij mij darmkanker geconstateerd. En was het plan om eerst een operatie uit te voeren. En daarna ben ik in het chemotraject terechtgekomen. Mevrouw Simons? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Verder. Ik ben dus erg blij geworden van het moment dat ik mee kon kijken in de app. Om te zien van wat heb ik allemaal al gehad. Want je vergeet heel snel dingen als je in die rollercoaster zit. Bovendien is er een mogelijkheid om je goed voor te bereiden op het volgende consult bij de arts. Want je hebt de mogelijkheid om je vragen alvast in te typen. Want op het moment dat je bij een arts zit, vergeet je meestal wat je had willen vragen. Nou, mevrouw Simons, welkom weer, zou ik zeggen. Ja. Hoe is het? Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Had u thuis nog de app geopend? Ja, heb ik even gekeken. Okay. Ik vind hem wel heel handig. De afspraken voor de toekomst komen erin. Ja. Dus dat is echt een handige app. U kunt zich voorstellen als je de diagnose plotseling darmkanker krijgt, dat je hele wereld gaat veranderen. De patiënt gaat aan de hand van de app die nu ontwikkeld is, gaat hij het zorgpad in. Al die stations die je tegenkomt, die worden in deze app in haltes zeg maar uitgedrukt. Dus je hebt een leuning, dat is de leidraad. Vanaf het begin van het zorgpad kom je al die haltes tegen. En bij elke halte hangt informatie achter wat voor die specifieke patiënt op dat moment van belang is. Dus het wordt veel overzichtelijker. Ook de familie kan meekijken, dus je kunt dingen nalezen. En mensen zijn beter voorbereid als ze op het spreekuur komen. Er zijn tegenwoordig verschillende applicaties beschikbaar voor in de zorg. Wat het interessante is aan deze app, is dat ook als een zorgtraject zich over meerdere ziekenhuizen verdeelt, dat het centraal in deze app zich clustert. Voordeel voor mij als zorgverlener is dat ik binnen het elektronisch patiëntendossier van de patiënt zelf de app kan openen en dat er dus niet een aparte applicatie wordt geopend. En dat scheelt tijd. En die tijd kun je goed gebruiken om patiënt maximaal voor te lichten. Wat een heel belangrijk onderdeel is uiteraard. De informatievoorziening naar de patiënt is een essentieel onderdeel van de zorg naar de patiënt. En ik denk dat deze app daar een hele goede bijdrage aan is.